De boetelijst voor overtredingen van de COVID-19-wet is aangepast. Dit liet minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie gisteren weten tijdens een online persbriefing. De bewindsman zegt dat de boeten hoger zijn geworden. De politie zal in de komende periode ook strenger optreden tegen personen die zich voor winkels ophouden. Vooral wat het feesten betreft. Daarop staat nu een boete van 5000 SRD. Samenscholingsverbod. Daar is de boete verhoogd. Voor de komende tijden, weken, zijn er wat zaken opgevallen. Dus waarop we strak de controle op gaan richten. En dat is dan. Ik noem ze hangmannen en hangjongeren voor supermarkten die sterke drank consumeren. De bewindsman zegt dat de laatste tijd heel wat vreemdelingen Suriname illegaal aandoen. Zij houden zich onder meer op in de schoeners nabij de Weidebosbrug. Amoksi benadrukt dat in de komende periode er een hele strakke controle zal plaatsvinden op de COVID-19 maatregelen. De politie heeft al hier ingegrepen door de schoeners te verwijderen. De maritieme politie is ook bezig met verhoogde controles op deze schoeners. Wat gaat er gebeuren de komende tijd? We gaan voor een strakkere handhaving van de COVID-19 maatregelen. Omdat we hebben gemerkt dat de mobiliteit bij de mensen nog heel hoog is. Dus dat moeten we terugbrengen. We gaan ons concentreren op roadblocks, op de verschillende politiebureaus. Voor de verschillende politiebureaus zullen er dus roadblocks worden opgeworpen vanaf 7 uur. Dat we gaan vanaf dat tijdstip al proberen om de rust terug te brengen. Controles op bruggen, dat bleef. Dat was ook al zo. Maar we worden strenger dus op de bruggen ook. Minister Kenneth Amoksi. Hij zegt tenslotte dat in de stad ook roadblocks geplaatst zullen worden voor mensen die zich niet houden aan de avondklokken.